De grote vraag vooraf is, hoe gaat Haaglandia het ervan afbrengen op dit hoofdklasseniveau? De eerste aanval van de wedstrijd is in ieder geval voor de ploeg uit Rijswijk. Ternauwernood weggekopt en dus een hoekschop. En de goal. Zo, dat is nog eens een spetterend begin en een visitekaartje zoals dat heet. Het is de aanvoerder Mitchell Jacobs die hoekschop prima inkopt voor zijn tegenstander gekomen. En na 2 minuten in de hoofdklasse staat Haaglandia voor. Diepe bal. Met gevaar mogelijk. En dat is een hensbal. Ja, dat is een penalty. Van den Burg, de scheidsrechter, kent geen pardon. Tegen de handen aan. En dus de strafschop voor Haaglandia. Met staal achter de bal en de goal. En dan kan dit wel eens een hele mooie middag gaan worden voor de promovendus. Joop Hielen op de bank bij Zwaluwe. Ja, die had dit toch wat anders voorgesteld. 2-0 voor Haaglandia. En ze blijven maar doorgaan. Want hier is nummer 3. Tjonge, jongen. Kamal Lameye. Het moet niet gekker worden. 25 minuten gespeeld. En verdedigend gaat het natuurlijk goed mis daar bij Zwaluwe. En Ameye kan profiteren. Klein beetje geluk, binnenkantje paal. Maar een open kans en een treffer. 3-0. Ja, dan kan je zeggen wedstrijd gespeeld. Maar dat is misschien een beetje te veel van het goede. Maar Haaglandia speelt fris. Speelt vol overtuiging. En heeft Bukari. En de redding van Sanders. Ja, dat eerste half uur op het hoogste niveau. Maken ze een leuke indruk, hoor. Wat kan Zwaluwe weer terug doen? Nou, niet zo heel veel. Dit is oranje. Kan je het een doelpoging noemen? Hij verdwijnt in ieder geval over de goal. En dan kan Haaglandia weer verder gaan met wat ze deden, namelijk aanvallen. En is dit riskant balverlies. Op slag van rust. En de ingreep van Jacobs. En de strafschop. Ja, een slijding binnen het 16 meter gebied. Neemt zijn tegenstander mee. En 2 seconden voor rust. De mogelijkheid voor Zwaluwe om iets terug te doen. Oranje weet hoe het moet. En is het 3-1 bij rust. Na een heerlijke eerste helft voor Haaglandia. Het zal gedonderd hebben in de kleedkamer bij Zwaluwe. Joop Hielen, die kan briesen. En heeft dat zin gehad? Ja, wel degelijk heeft dat zin gehad. Joey Groteboer met de aansluitingstreffer. 3 minuten gespeeld in de tweede helft. Dan zet Zwaluwe toch redelijk snel orde op zaken. En vechten ze zich weer helemaal terug in de wedstrijd. Ze spelen een tempootje hoger. Verdedigen een tandje scherper. En komen terug tot 3-2. Nu is het zaak voor Haaglandia om rustig te blijven. En verder te voetballen zoals ze dat in de eerste helft deden. Maar Zwaluwe is er weer. Handig paasje. Ja, dit had een goal moeten zijn, hoor. Van Verhorst. Als je op zo'n korte afstand van de keeper staat, moet hij erin. Blijft 3-2. Zwaluwe drukt met de vrije trap. De vingertoppen. Klint van der Stee, de man achter de bal. En de vingertoppen die waren natuurlijk van de keeper van Haaglandia, Verstraeten. Mooie diepe bal. Verstraeten twijfelt. En dan is dit een hele, hele mooie goal. Hij zorgt al voor de 3-2. En Joey Groteboer maakt er dan ook nog eens 3-3 van. Lekker op de pantoffel. De twijfel bij Verstraeten. En daardoor ontstaat het gaatje eigenlijk. Ja, en weet Sakucci dat het nog nagelbijten wordt. De trainer van Haaglandia. Nu moeten ze stand houden. Nu moeten de mannen opstaan. Er zitten er wel wat in, hoor, bij Haaglandia met ervaring op dit gebied. Maar Zwaluwe, ja, bijna iedere aanval is gevaarlijk. Marlon Oranje op aangeven van Dimitri Gomez Almeida. Een van de uitblinkers bij Zwaluwe. In ieder geval een gevaarlijke kracht. Gerommel en dan net naast. Oh.
Notabene verdediger Montero. Die zijn ploeg bijna op voorsprong zet. Haaglandia moet zich herpakken. Ze moeten er weer even uitkomen. Een van de invallers, Ramon. Ja, moet het alleen doen, want de aansluiting die duurt wat lang. De bewegingen zijn goed. Deze bal. Oh, onderkant paal. Gevaar nog niet geweken. Kan er iemand afdrukken uit de tweede lijn? Balletje breed is ook aardig. En dan smoort het allemaal. En is deze kans verkeken. Maar goed dat ze eindelijk weer eens gevaarlijk bij die goal van Zwaluwe komen. Ja, als je nu scoort, dan ben je spekkoper. Dan ga je deze wedstrijd winnen. Daar is hij weer, Ramon. Goeie invalbeurt. En gaat deze erin? Nee, op de doellijn. Oh, Francisco Fens is er dichtbij. Gevaar niet geweken, bal op de lat. Ja, tuurlijk. Als het dan tegen zit, dan zit het ook goed tegen. En dan moet je in een slotseconde oppassen dat je niet de 3-4 onder oren krijgt. Zwaluwe met gevaar. Gelukkig is er wat rust in de verdediging bij Jacobs. Het eindigt in 3-3. Een heerlijke voetbalmiddag. Een puntendeling met gemengde gevoelens. Als je 3-0 voor staat, dan mag je er niet meer uit handen geven natuurlijk. Maar ja, goed, het is voetbal. We hebben er rekening mee gehouden. In de zin van, we hebben in de kleedkamer afspraken gemaakt. Omdat we wisten dat hun gingen drukken. We hebben gewoon afspraken gemaakt. Blijf doen waar we goed in zijn. Dus blijf gewoon voetballen. Durf te voetballen. Raak niet in paniek. Ga geen lange ballen spelen. We hebben nog tegenwind ook de tweede helft. Ja, en daar ligt het wel een beetje aan. Dat is wel een groot probleem geweest. De tweede helft durfden we niet meer te voetballen. Iedereen was bang eigenlijk om een fout te maken. En dan ga je zien dat jongens een lange bal gaan spelen. En dat is niet onze kwaliteit. Tevreden zijn over de manier waarop we achterkomen? Nee. Heel tevreden over de manier waarop we terugkomen. En ja, gematigd tevreden over het feit dat we hem dan toch nog eruit slepen op een 3-3.